Nu is het slechts op een plattegrond te zien, maar over 2 weken is het Olympisch Stadion in Amsterdam het schaatscentrum van Nederland. We gaan hier waar je nu staat, gaan we straks een vloer neerleggen van 14.000 vierkante meter. Dat is behoorlijk. En die vloer die moet helemaal waterpas liggen. En daar gaan we vervolgens een ijsbaan tot stand brengen. En dat combineren we dan met alle expertise van de ijsmeesters van Tialf. Een maand lang is de baan open voor schaatsliefhebbend Nederland. En als hoogtepunt worden het NK Allround en NK Sprint verreden in het Olympisch Stadion. Op 1 februari gaan de deuren voor iedereen open. We gaan een tunnel bouwen dat iedereen die naar de schaatsbaan loopt, die komt door de tunnel. En die tunnel die beeldt de historie van het Nederlandse schaatsen uit. Dus dat je als het ware van Jaap Ede via Art Schenk in het tijdperk van Sven Kramer en Irene Wüst loopt. En op 31 januari de schaatsen aan, denk ik. Ik kijk er inderdaad wel naar uit om stiekem ergens op een avond, als er nog niet zoveel mensen zijn, om hier met Rintje samen bijvoorbeeld eens een rondje te schaatsen. Dat moet wel heel bijzonder zijn. En dat gaan we zien. Dat is voor mij ook nog een verrassing.